welkom bij deze video. Ik denk dat je gelijk opvalt dat alles er een beetje anders uitziet. Want ik heb geen enkel licht aanstaan. Dit is al mijn beautylichten. Staan allemaal uit. Ik ga mij vandaag opmaken in gewoon natuurlijk daglicht. Het is vandaag slecht weer. Het is bewolkt. Er is regen. Ik had gehoopt op een beetje zon. Maar ja, dat is er weer natuurlijk niet wanneer ik deze video maak. Gisteren was het op en top zon. Toen ik geen video maakte en vandaag regen en bewolkt. Ik maak mij nooit op in natuurlijk daglicht. Nooit. Ook niet wanneer ik geen video maak. Ik maak me altijd hierop. Ik doe altijd mijn licht aan. Ook al maak ik niet eens een video. De lichten gaan gewoon altijd aan. Gisteren was ik me aan het opmaken en de stroom viel uit hier in het huis. En ineens zat ik zonder lichten. En ik keek en ik dacht bij me eigenlijk, oké, dus zo maken normale mensen zich op. Zonder al deze beautylichten. Ik ben echt niks anders meer gewend. Omdat ik me dus echt letterlijk al 3 jaar alleen maar opmaak met de beautylichten. En ik dacht, het is misschien wel weer leuk om een beetje een soort van oldschool video te maken. Gewoon in naturel daglicht. Ik vind ook echt gelijk dat ik er echt gelijk anders uitzie. Ik heb echt totaal geen vettige huid. Maar het lijkt een beetje vettig omdat ik net mijn dagcreme op heb gedaan. Dat zie je normaal ook niet als ik mijn beautylichten aan heb. Dus ik heb het gevoel dat je nou meer een realistisch beeld krijgt. Want beautylichten maken altijd toch wel alles een beetje anders, iets mooier. Dus ja, ik vond het wel leuk om een keer gewoon zo'n video te maken. Dus ik ga gewoon een leuke roze everyday look maken en we gaan een beetje kletsen. En dan kunnen jullie een keer alles zien in, ja, anders soort belichting. Dus vind je het nu al leuk? Geniet, like en te abonneren. En dan gaan we snel beginnen met de video. Ik vind dit zo raar. Ik vind het zo raar hoe ik er nou uitzie. Ik lijk een beetje rozig of zo. Ik vind altijd dat ik er zo jong uitzie zonder make-up. Ik zeg altijd, zonder make-up is het echt alsof ik 12 ben. Dat vindt ook echt altijd iedereen. Ik ga mijn gezicht primen met mijn By Kelsha Gold Elixir Primer. Ik kan gewoon niet stoppen met te kijken naar mezelf. Ik vind het echt zo raar. Ik ben ook echt heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Vinden jullie dit leuk om het een keer een beetje anders te zien? Ik heb ook nou helemaal geen licht achter mij. Ik heb daar nog wel gewoon een licht staan, maar die staat natuurlijk niet aan, want ik wilde niet vals spelen. Ik wilde gewoon achter mij ook geen licht doen. Dan is het echt gewoon alsof ik nou mij samen met jullie opmaak in jullie slaapkamer. Waar maakt altijd iedereen zich op? Maken jullie je op in de badkamer of in de slaapkamer? Let me know. Ik ben echt benieuwd. Voordat ik een YouTube kanaal had, maakte ik me altijd op in mijn slaapkamer. Ik ben geen badkamer kind of girl, want dan moet ik heel te staan en ik wil niet staan. Als foundation gebruik ik mijn Fenty Beauty Foundation in de kleur 240. Ik ben zo bleekjes op het moment. Ik moet echt weer eventjes gaan bruinen. Dit is gewoon weer mijn echte huidskleur. But I need a tan, jongens. Ik ga dit gewoon aanbrengen over mijn hele gezicht, obvious. Ik ben wel echt heel erg benieuwd. Hoe is iedereen's dag? Hoe gaat het met iedereen omtrent corona en zo? Ook al is nou alles al wel weer ietsje meer normaal. Godzijdank, alles is weer open. Je kunt weer dingen doen. Maar ik ben heel benieuwd hoe het iedereen vergaat. Zijn mensen nog echt heel bang? En blijven jullie echt nog gewoon in huis? Of hebben jullie iets van, nou, ik vertrouw het nou wel weer. Alles is weer een beetje open. Dus ik ga weer een beetje naar buiten. Ik persoonlijk val in het tweede gedeelte. Ik ben niet zo bang. Ik ben sowieso niet echt heel bang aangelegd. Dus toen het allemaal net begon en heftig was, was ik ook niet per se echt heel erg bang. En nou alles weer open is, ben ik wel weer gewoon een beetje naar buiten aan het gaan. Aan het winkelen en ja, dat is, of ja, winkelen niet echt. Wat zegt winkelen? Ik ben echt een online shopper. Ik shop altijd online, want dat vind ik altijd makkelijker. Of het nou corona is of niet, maar ik ben wel uit eten aan het gaan en dat soort dingen. Als concealer gebruik ik mijn Revolution Infinite Concealer in de kleur C5. Deze is bijna op. Hij is ook echt super klein. Dus ik wil hem even opmaken, want dan kan ik hem wegdoen. Jullie weten van mij, ik wil echt make-up opmaken en zo. Dus als ik zie dat iets bijna op is, dan ga ik het iets vaker gebruiken. Want dan kan ik het gewoon opmaken in plaats van dat het hier allemaal plek vult. Of wel niks. Ik denk dat ik vandaag ook wel weer zin heb in een cream contour. Dat heb ik echt al een hele lange tijd niet meer gedaan. Ik gebruik mijn Fenty Beauty Match Stick in de kleur Truffle. Voor de mensen die de Fenty Stick hebben, maak het eerst een beetje warm op je hand. Want dan brengt hij echt veel beter aan. Dat is echt een groot verschil. Als je dat niet doet, dan brengt hij echt best wel droog aan. Waar ik ook heel benieuwd naar ben, is of we mensen ook echt op vakantie gaan naar een ander land en zo. Nou, ik zou nou naar Spanje gaan. Mijn zus en mijn moeder zijn gegaan. Ik ben dus niet gegaan. En ik ben heel benieuwd of mensen dat echt al goed doen. Of vindt iedereen het nog gewoon een beetje eng en spannend. Ik ben hier een heel interview met jullie aan het afleggen. Want ik heb zoveel vragen. Ik ben gewoon echt benieuwd naar hoe iedereen erover denkt en zo. So let me know beneden in de comments. Klets een beetje met mij, want ik ben hier aan het kletsen met jullie, terwijl jullie niet meteen kunnen antwoorden. Dus
Laat me niet hier kletsen voor niks. Als poeder gebruik ik mijn Elf Cosmetics Halo Glow poeder in de kleur Light. De beste betaalbare poeder ever. Tenminste als je gaat voor een glans. Als je wilt dat je gezicht goed mat blijft, dan is dit niet de poeder voor jou. Want het is echt een glow poeder. Dus ja. Dan ga ik ook poeder contouren met mijn Revolution paletje. En ik gebruik deze kleur hier. Ik zal ook even een update geven over mijn dieet. Voor de mensen die het niet weten. Ik ben al een tijd op dieet. Iets van 3 maanden of zo. Mijn doel is dus om 20 kilo af te vallen. Ik ben al 12,5 kilo afgevallen in 12 weken. 13 weken eigenlijk. En het gaat nog steeds best wel goed. Ik heb dus nog 7,5 kilo te gaan. Ik merk wel dat het nou een beetje moeilijker begint te worden. En dat heeft ook echt te maken omdat corona een beetje over is. En restaurants en zo weer open gaan. Dus met corona toen was het echt super makkelijk. Want ik was vooral altijd gewoon thuis. En dan eet je gewoon wat je hebt in huis. En alles wat ik had in huis was ook allemaal super gezond en zo. En dat soort dingen. En toen kon ik het gewoon heel goed bijhouden. Ik merk de afgelopen 2 weken dat ik het een beetje aan het verwaarlozen ben. Ook omdat ik nu al 12,5 kilo ben afgevallen. En ik zie echt super veel verschil in mijn lichaam. In het begin zag ik niet echt heel veel verschil. Toen had ik nog op mijn Instagram gevraagd van hallo, zijn er hier ook mensen afgevallen? Waarom zie ik geen verschil na 10 kilo? Maar nu begin ik het echt gewoon te zien. Het is gewoon omdat ik mij elke dag zie dat ik het verschil niet gelijk zag. En ik ben echt al super blij met hoe ik er nou uitzie. Maar ik merk nou dat ik allemaal wegga, uit eten ga. En gewoon niet meer alles goed kan bijhouden. Omdat ik dus heel de druk in de weer ben met van alles. En als je gewoon in huis bent, dan let je echt op wat je doet de hele tijd. Want je doet niet heel veel, snap je? Dus ik ben ook echt de afgelopen 2 weken gewoon niks afgevallen. En dat vind ik wel een beetje jammer. Dus ik ben nou weer goed op gang. Ik pak even deze lichtkleur. Ik ben nou weer goed op gang. Weer 2 liter water per dag. Want dat had ik ook een beetje verwaarloosd. Dus dat is nou een beetje de actuele status. Voor de mensen die willen weten wat ik eet op een dag. En dat soort dingen. Waardoor ik zo snel zoveel ben afgevallen. Ik heb een What I Eat in a Day video geplaatst. Je kunt naar mijn kanaal gaan. En dan bij video heb je een zoekbalk. En als je gewoon daar invult What I Eat in a Day. Dan zie je die video. Je kunt op die manier elke video vinden die ik heb geplaatst. Want ik krijg best wel vaak vragen van mensen. Van kun je dit soort video's maken? Deze video, dat soort video. En dan staat die al op mijn kanaal. Dus zoek eerst op mijn kanaal. Want waarschijnlijk staat de video die jij zoekt er al op. Even een beetje mijn Max & More Fixing Spray. Ik had dus hier een wire, want altijd als ik mijn fixing spray opdoe is het super nat en dan moet ik het een beetje waaien. Heeft mijn moeder besloten dat ze die wire meebracht naar een bruiloft en ze heeft hem daar achtergelaten. Dus echt weer top dit, nou heb ik geen wire meer. Ik moet zeggen dat ik het zonder de beautylichten er ook gewoon echt mooi uit vind zien. Jullie zien nu gewoon echt gewoon hoe ik er in het echt uitzie. Oké, qua ogen houd ik het echt super makkelijk. Ik gebruik dit nude paletje van de Action. Deze is echt geweldig mensen. Slechts 5 euro bij de Action. Ik heb er ook een hele video over gemaakt. En dan ga ik een beetje een lichte roze look maken. Gewoon super makkelijk. Ik begin met de roze matte kleur hier. Die heet Glam. Die breng ik aan in mijn arcadeboog. Ik gebruik hiervoor mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. Ik ga niet echt een hele heftige ooglook maken of zo. Ik vind het zo jammer dat hier geen spiegeltje in zit. Maar ja, voor die prijs moet je ook allemaal niet te veel verwachten en zo. Ik zal ook straks even mijn beautylichten even aandoen. En dan kunnen we goed het verschil zien met hoe ik eruit had gezien. Als ik deze video gewoon weer had gemaakt met mijn beautylichten. Die kleur breng ik ook een beetje aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik ook de roze matte kleur hier, Pink Madness. En met een iets kleinere Zoeva kwast. Dit is nummer 224. Ga ik die ook een beetje aanbrengen in mijn arcadeboog. En vooral hier in de buitenste ooghoek. En die kleur breng ik ook weer aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik deze prachtig gepressed glitter. Die heet Vegas Dust. Die is een beetje rozig. En die breng ik aan op mijn ooglid. Kijk even hoe heftig dit is. Love it. Oké, altijd wanneer ik een video maak, besluit mijn kat dat hij wil komen. Kijk hem hier. Hij gaat nou gewoon echt hier staan, jongens. Kom, je moet er vanaf. Dan wil ik ook een winged eyeliner maken. Ik gebruik hiervoor mijn Benefit Roller Liner in de zwarte kleur. Dit is by the way de kleine versie. Ik had ook de grote, maar die heb ik al opgemaakt. En als mascara gebruik ik mijn UNG Cosmetics 4D mascara.
En ik ga hele heftige nepwimpers opdoen. Dit zijn TL3 wimpers van Tati Lashes. En ik kom zo bij jullie terug. Ben ik weer. I love de ogen. Ik vind het echt een leuke look. Het is zo makkelijk en zo goedkoop. Het paletje is goedkoop. Zo gedaan. I love it. Ik wil ook nog een roze oogpotloodje, een fel roze oogpotloodje doen in mijn onderste waterlijn. Deze is van de Primark. Ik weet niet of die er nog is, want deze heb ik echt al 100 jaar. Ik moet hem wel even slijpen. Ik dacht, dat is wel leuk, zo'n extra pop van roze. Normaal doe ik dit voordat ik mascara aanbreng op de onderste wimpers, maar ja, ik kom hier echt pas net op. Ik ga bronzen. Ik gebruik mijn Benefit Hoola bronzer. Ik ben weer helemaal into deze bronzer. Ik vind altijd, wanneer ik niet heb gebruind en gewoon mijn echte huidskleur heb, dan vind ik altijd de normale Hoola bronzer me altijd geweldig staan. En wanneer ik heb gebruind, dan gebruik ik altijd de Hoola Caramel bronzer. Die is ietsje meer warm, ietsje donkerder. Maar ik vind die nou altijd iets te warm voor mijn huidskleur. Dus als ik er zo uitzie, dan pakken we gewoon de normale Benefit bronzer. Snap je wat ik bedoel? Ik ben vandaag echt goed gehumeurd. Ik weet niet waarom. Ik weet wel waarom, maar ik kan het niet vertellen. Ik ga ook gewoon lekker voor een fel roze blush. Deze Heartbreaker blush van iHeartRevolution. Lekkere fel kleurtje. Hij oogt echt super heftig. Hij is ook wel heftig, maar hij is echt niet too much. Hij is gewoon draagbaar. En ik ben vandaag wel lekker too much met het roze aan het zijn. Dus laten we dan ook maar gewoon afmaken met de blush. Ik vind roze maar altijd best wel goed staan. Ik weet niet waarom. Ik neig altijd gewoon naar bruinige kleuren. Altijd wanneer ik me opmaak in het weekend en zo. Terwijl roze maar ook echt super goed staat, vind ik. Dus ik denk dat ik ietsje vaker roze ga doen. Ja, ik weet. Ik heb weer een beetje overdreven met de blush. Jullie hoeven het mij niet te vertellen. Ik wil ook weer gaan voor een lekker super heftige highlighter. Ik gebruik dit Pixie Highlighter paletje in samenwerking met Rachel. En ik gebruik deze kleur hier. Die heet Lace. Hallo, focus. Waarom focust de camera vandaag allemaal niet goed? Ik weet niet hoe het komt. Dit paletje is super heftig. Echt prachtig. Oeh, het valt me wel echt op dat nou zonder de beautylichten je de glow echt minder goed ziet. Of ja, trouwens, je ziet hem gewoon best wel goed. Ook een beetje hier. En dan als laatste ook een beetje op mijn neus. Dat doe ik altijd. En een beetje hier in mijn binnenste ooghoeken. Dat maakt ook altijd super veel verschil, vind ik. De lippen. Ik denk dat ik de lippen gewoon echt extreem makkelijk ga houden met deze Pixie lipbalmpje. Dit is in de kleur Natural Rose. Dus we gaan vandaag een keer gewoon voor een beetje een naturel lipje. En dan als laatste wil ik een beetje een glowy fixing spray. Ik denk dat ik voor mijn Wet n Wild x Bradman Rock fixing spray ga. En nou kan ik dus weer niet waaien. Mensen, mijn make-up zit vandaag goed. Mijn haar zit lekker vol, lekker goed. En drie keer raden, ik ga vandaag nergens heen. Alles zit altijd goed wanneer ik nergens heen ga. Wat vinden we van de look, jongens? Ik vind het echt een leuke look. Ik vind het zo grappig nog steeds om mij nou zo zonder die beautylichten te zien. Het is wel gewoon echt hoe ik er in het echt uitzie. Het is echt prachtig, jongens. Misschien moet ik gewoon al mijn beautylichten verkopen en me gewoon voortaan zo opmaken. Ik ga even mijn beautylichten aandoen en dan gaan we even kijken wat het verschil is. Dit is het dan met de beautylichten aan. Het is wel echt een verschil, hè, jongens. Ik vind het in principe allebei wel mooi. Ik vind dit wel echt beter, want je kunt nou echt alles beter zien en zo. Meer helder zien. Dus voor video's is het echt meer ideaal. Maar ik vond het wel echt heel leuk om een keer een video te maken zonder al deze beautylichten. Echt super anders, maar wel echt heel leuk. Ik ga ook gewoon nou de video zo afmaken. Want als ik de lichten uitdoe, moet ik weer mijn hele camera-instellingen weer veranderen. Omdat het dan weer donkerder is en is een heel gedoe. Dus ik laat het voor nu gewoon even zo. Maar ik vind het wel echt heel leuk. Ik vind de look ook echt heel erg mooi. Even van iets meer dichtbij met de beautylichten aan. Dus ja, ik ben echt heel blij met hoe vandaag alles is gegaan. Oeh, mijn haar is ook echt leuk vandaag. Het zit echt goed. Maar goed, dat was het dan weer voor vandaag. Ik hoop dat iedereen weer heeft genoten, zoals altijd. Vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier nog twee video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!